We zijn bij burgemeester Lene ten Lange in Wassenaar. We gaan aan hem vragen hoe het met hem gaat, wat de laatste ontwikkelingen zijn op het gebied van het coronavirus, wat de regels zijn, wat een noodverordening is en ook wat er de komende week voor ons aan zit te komen. Burgemeester Lene ten Lange, hoe voelt u zich? Ja, met mij gaat het goed. Gelukkig nog helemaal fit, dus daar ben ik blij mee. Maar ja, helaas natuurlijk in Wassenaar wel een zestal mensen die in ieder geval het laboratorium getest zijn tot nu toe. Nou, er kunnen meerdere zieken zijn, dus er zijn ook mensen uit Wassenaar die nu met corona aan het knokken zijn. Omdat natuurlijk niet gezond zijn op dit moment. Dus het is heel belangrijk om goed op je eigen gezondheid te letten. Wat vindt u nou echt de belangrijkste regel van alle regels die we de laatste weken hebben gehoord? Die 1,5 meter afstand, dat is echt heel erg van belang. Dat je die afstand tot elkaar behoudt, want ja, dat is de grootste garantie dat je elkaar niet infecteert. En daarnaast natuurlijk ook echt goed je handen wassen, niezen in je elleboog en zorgen dat je dus, het is een spatvirus, hè, dat die spetters niet verder komen. Ja, en dat zijn natuurlijk wel de belangrijkste regels. Maar wat ook ontzettend helpt, is dat we gelukkig met elkaar meer thuis zijn. Ik sta hier in mijn eigen tuin. Dat is ook een plek waar ik de afgelopen week ook veel van mijn werk als burgemeester vanuit huis heb gedaan. En het advies blijft ook aan mensen, doe zoveel mogelijk alles vanuit huis. En als het nodig is om naar buiten te gaan, ga in je eentje boodschappen doen. Kom ook weer snel terug. Een luchtje scheppen mag, maar hou die afstand tot elkaar. Er zijn natuurlijk beroepen waar het niet kan en waar je naar je werk toe moet, maar beperk het zoveel mogelijk. Want daarmee zorgen we dat er minder contactmomenten zijn en dat helpt het best tegen corona. De plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden, Johan Remkes, heeft een noodverordening afgekondigd. Daar zit u ook bij die groep? Ja, dat klopt. Wij komen, en dat zijn 9 burgemeesters. En de 9 burgemeesters van Haaglanden die komen wekelijks bij elkaar. En daar bespreken we, zal ik maar zeggen, hoe we regionaal dit aanpakken. En Johan Remkes is daar onze voorzitter, de waarnemend burgemeester van Den Haag. Ja, en die hebben ook een bijzondere positie. Want de 25 voorzitters van die veiligheidsregio's, we hebben nu een nieuwe noodverordening aangenomen. En daar staat zijn handtekening onder. En hij is ook feitelijk gezien nu de, ja, ik noem het maar de superburgemeester, die dat daar allemaal uitvoering aan geeft. En wij zorgen met hem ervoor, want wij hebben natuurlijk hier ogen en oren in Wassenaar, dat we op een goede manier ook zorgen dat iedereen zich aan die regels houdt. Maar uiteindelijk als er opgetreden moet worden, zet Johan Remkes de handtekening. En wat staat er precies in zo'n noodverordening? Nou, in die noodverordening staat dat we vanaf heden, want hij is van de week, aan het eind van de week donderdagavond ingegaan, dat we ons moeten houden aan de regels van niet meer met 3 mensen op straat. Dat we in het hele gebied van Wassenaar, en dat geldt voor alle gemeentes, daar is het van toepassing. Dat je eigenlijk alleen nog maar altijd die 1,5 meter afstand moet houden tot elkaar. Maar bijvoorbeeld ook dat contactberoepen niet meer mogen. Dus de kappers moesten dicht. Maar bijvoorbeeld ook hier in Wassenaar de tattoo shop. En daarnaast als allerbelangrijkste zorgen voor dat de regels die er zijn gemaakt, dat je dus die steeds die 1,5 meter hebt. Het enige uitzondering is gemaakt voor kinderen tot en met 12 jaar. Die mogen wel met elkaar spelen, maar ook de begeleiders en de ouders moeten ook weer voldoende afstand houden daartoe. Ja, en dat is allemaal vastgelegd. En op het moment dat je je daar niet aan houdt, is er dus ook gewoon de mogelijkheid dat een handhaver of een politieagent je daarvoor beboet. Sommige beroepen zijn verboden, maar dan heb je ook nog de vitale beroepen, zoals de zorg. Wat vind je ervan, dat die mensen gewoon doorgaan? Ja, dat zijn natuurlijk ontzettende toppers. Als je gewoon nu ziet, al die mensen in de zorg en ook nieuwe mensen die uit de zorg waren en weer opnieuw in de zorg komen. Ja, die maken echt op dit moment het verschil. Dat gaat natuurlijk op die intensive cares, waar zorgprofessionals echt bezig zijn om mensen met corona die heel erg ziek zijn, om die goed te helpen. Maar het gaat ook bijvoorbeeld om al die verzorgende verpleegkundigen die nu in onze verpleeghuizen zijn. En ja, dat zijn de enigen die de zorg kunnen geven aan onze kwetsbare ouderen. Ja, en die mensen verdienen een groot compliment. Maar ik denk ook aan de huisartsen en alle assistentes en praktijkondersteuners.
Die gaan we trouwens ook als gemeente Wassenaar volgende week ook echt nog even een bloemenhulde geven om ze een steuntje in de rug te geven. Want ik vind dat we deze toppers in de zorg, ja, het was al, we wisten al dat deze mensen het verschil maakten, maar deze dagen laten ze dat echt zien. En daar moeten we met elkaar als samenleving alleen maar diep respect voor hebben. Er zijn nog meer beroepen die gewoon doorgaan, zoals de bouwvakkers. Ja, dat klopt. Bouwvakkers gaan ook door. Het zal allemaal een beetje anders zijn. Hè. Ook zij moeten meer afstand houden. Maar gelukkig, er zijn ook allerlei plekken waar dingen gewoon doorgaan. Normaal is het natuurlijk nergens. Laten we daar ook heel eerlijk op zijn. Het is natuurlijk allemaal een beetje aangepast. Maar ik ben er ook heel blij om. Bijvoorbeeld ook zo'n groep als onze vuilnismannen van Aflex, die gaan toch ook door. Want het is wel heel erg belangrijk dat ons vuil wordt opgehaald. Ik heb ook begrepen bijvoorbeeld dat bij de Hogeboomseweg, bij de vuilplaats, dat het daar nu extra druk is. Want iedereen is er bezig om toch met het voorjaar in het hoofd maar te gaan opruimen als je toch thuis bent. Nou, dat wordt allemaal in goede banen geleid. Dus dat soort functies gaan gelukkig ook allemaal door. U kunt er ook voor kiezen om iets te sluiten, mocht dat echt nodig zijn. Is dat al in Wassenaar gebeurd? Nee, dat is nog gelukkig niet gebeurd, want gelukkig houdt iedereen zich ook netjes aan die regels. Maar die mogelijkheden zijn er wel. Dus ja, die mogelijkheden die zijn wel allemaal nu met die noodverordening geregeld. Ja, en dat is in ieder geval een stok achter de deur, want laten we eerlijk zijn. Gelukkig zie ik ook in de afgelopen dagen dat heel veel mensen in Wassenaar zich echt aan die regels houden. Vooral binnen blijven, op straat afstand tot elkaar houden, die drukke plekken niet meer opzoeken. Nou, dat is heel goed, dat moeten we vooral echt met elkaar blijven volhouden. Maar er zijn mensen die zich daar misschien niet aan houden. En dan moet het ook helder zijn dat er gewoon een stok achter de deur staat. En dan kun je dus een boete krijgen. En bedrijven die zich niet aan de regels houden, daar kunnen ook forse boetes worden opgelegd. Maar goed, gebruik gewoon je gezond verstand. Dit zou toch ook niet nodig moeten zijn. We gaan dit gewoon met elkaar netjes volgens de regels doen. Hoe gaat het er de komende week uitzien? Nou, dit weekend specifiek verwachten we natuurlijk toch dat mensen, het weer is mooi, er toch op uitgaan. En daar hebben we wel een besluit moeten nemen. En dat zie je dat eigenlijk alle gemeentes om ons heen dat ook doen. Dat we wel willen voorkomen dat het heel druk wordt op de Wassenaarsverslag. En dat is de reden waarom vanaf vrijdagavond 9 uur tot en met maandagochtend de Wassenaarsverslag voor autoverkeer gaan afsluiten. Het is natuurlijk gewoon mogelijk om op de fiets te komen, om te gaan wandelen. Zorg ook weer dat je voldoende afstand dan tot elkaar houdt. Maar het is vooral niet de bedoeling om met grote groepen naar de Wassenaarsverslag te gaan komen. Spreid je ook een beetje over het weekend heen. Maar voor het autoverkeer zal dit weekend de Wassenaarsverslag zijn afgesloten. U heeft ook een dochter. Hoe gaat het thuisonderwijs bij haar? Nou, dat gaat goed. Dat is op afstand. En ik hoor daar ook wel mooie verhalen over. Nou ja, dan is een half uur wordt het huiswerk doorgenomen. En vervolgens ontstaat er natuurlijk nog mooi dat al die kinderen nog met elkaar natuurlijk lekker in de microfoon gaan schreeuwen en bezig zijn. Dus er ontstaat een heel nieuw vorm van onderwijs. Maar ik denk dat het wel heel goed gaat. Ze neemt het ook gelukkig heel serieus. En er wordt ook gewoon op afstand geleerd. En natuurlijk waar wij kunnen als met mijn vrouw, wij samen natuurlijk ook gewoon wel proberen haar natuurlijk nog een beetje te helpen bij dat huiswerk. Het brengt de mensen ook in contact, hè? Het heeft ook een positieve kant. Absoluut. Ik zie nu vooral de snelheid van hoe we andere vormen van communicatie gebruiken en hoe je op afstand heel goed eigenlijk met elkaar kan vergaderen. Ik merk dat binnen de gemeente ook. Het systeem wat we allemaal op ons apparaat hadden, maar nooit gebruikten, wordt nu gewoon gebruikt. Er worden weer veel filmpjes gemaakt, terwijl je normaal voor een presentatie zou kiezen. Maar ik zie aan de andere kant ook maatschappelijk heel veel mooie dingen ontstaan. Waar we weer omzien naar elkaar, voor elkaar gaan zorgen. Ook in Wassenaar, met Wassenaar Doet. Ervoor te zorgen dat vraag en aanbod bij elkaar komt. Buurten die initiatief nemen om te zeggen van jongens, ik ga toch voor die oude buurman of buurvrouw wel de boodschappen even doen. Het brengt ons allemaal dichter bij elkaar, terwijl we juist afstand moeten houden. Dat is het mooie, wat de tegenstelling die erin zit. En ik vind dat echt heel goed om te zien. En vanuit de gemeente willen we dat ook heel erg in beeld brengen. Om dat soort mooie initiatieven ook steeds te tonen. En zodat mensen er ook kennis van kunnen nemen. Zodat je er gebruik van kan maken. Of dat je juist je dienst kan aanbieden. Dus Wassenaar, ga hier vooral mee door.